ben weer terug bij een gloednieuwe video. Vandaag gaan we weer verder met Luigi Mansions, waar we zijn gebleven. En dit is Luigi's Mansion 3, aflevering 2. Hier waren we geëindigd toen we net met hem aan het praten waren, volgens mij, over de liftzender. Dus nu gaan we de liftzender... Ik wil je uit hotel verkennen. Dus nu gaan we naar de lift. Was het hier de lift? Nee, dat was het washok. Stomme spin. Als het goed is, moesten we de liftknop erin zetten en de liftzender. Oh. Ja. Oh, nee, X. De liftzender. Mooi toch? Hoe weet Luigi dat überhaupt? Hij is toch geen... Oh ja, hij is loodgieter. Hij is loodgieter. B1, we zijn in de kelder. Hallo Luigi, kunnen we de installatie is gelukt? Dan zal ik uitleggen wat de zender precies doet. Hij analyseert de layout van etages die je met de lift kan bereiken. En dat laat bij alle informatie zien op je scherm. Oké. Een knap staaltje techniek, vind je niet? Laten we gelijk in de praktijk verplaatsen de liftknoppen maar aan de liftpaneel. Hup, ik heb alweer drinken. Dit is ook spooklift. Alles is spook. Alles is spook in de wereld. Wat leuk. 1 en 5 geïnstalleerd. Nou, leuk voor je. Nu kan je op de kaart elke etage zien. Maar dat is nog niet alles. Dat apparaat is verbonden met je Veeboo. De gegevens van de kaart worden direct overgedragen naar de Veeboo. Ik noem het een Veeboo, oké? Okay? Zodat je de kaart in alle tijden kunt bekijken. Als de kaart vanuit de Veeboo-menu opent, kun je de details zien, niet vergeten, ook nou. Nou. Ah, hup. Leuk. Test, 1, 2, 3. Dit is KW Willebus. Jullie ter plaatse. Hoor je mij luid en duidelijk? Fantastisch, het communicatiesysteem van de Veeboo lijkt perfect te werken. Vanaf contact met elkaar houden. Ik heb nog iets om etage 5 te gaan. Waarom staat die laboratorium? Vind het koffietje van K. Wiebes. Prima. Dus hij zei dat we naar 1 moeten. Gezacht. Ik ga dat ding echt even mooi doen. Vind ik heel vervelend. Ze hebben oor echt pijn te doen. Abba. Nou, lekker even wachten. Hé, hey, we zijn er. Nou, ik zie het nu al in de spiegel. Je weet wel, Bo. Ah, Luigi, je schiet me ineens iets binnen. Vergeten wat ik je wou zeggen. De zuiger blablabla heeft een nieuwe functie met een flopper. Schot. Ei. Oké. De ei. Altijd schiet hem iets te binnen. Hatsaflats. Geld. Alles ontgaat mij niet als het geld is. Daar komen we later wel achter. We hebben weer een geldmachine. Ik ben gewoon geldman. Ben geldman. Ik kan alles wat jij niet kan. Weg. Oké, nu moet ik eigenlijk wel opschieten.
the fuck is that? Zijn dat huizen van de andere mensen? Ja. 504. Stom muis. Waarom zit dat fucking ding te zweven? Ja, ik heb hier niet zoveel te doen, weet je? Dus kijk, ik weet niet als er nog een... Stop! Nee, kijk. Hé! Hey. Kom zuigen! Aha! Fucking if. Juweel in de pocket met een bal. Oké, zijn er nog wat kamers of wat? Hier, hup, nog een kamer. En rotzooi maken. Ik heb mooie planten, hè? Vind je niet? Ik zie een uitroepteken. Oh, ik haat ze altijd. Met een teringbek. Hup! Tering je kop. Kom dan, hè. Ik heb een spook verslaafd met een andere spook. Oh ja. Ik zie uitroepteken. Ik hou van uitroeptekens. Ze zijn altijd gevaarlijk. Dit ga je toch niet meen, hoop ik, hè? Oh mijn lieve jee. Hi! Hi, Bootsvrouw. Wat doe jij hier? Wijsneus, hè? Wijs. Ik heb gewoon bijna... Oké, kijk. Oh, hartje. Ik weet niet hoeveel hartjes ik heb, maar boet me even helemaal niks. Weet je wel, ik ga gewoon verder. Ik ga je niet zo lang tijd verschotten, ja. Zijn die andere drie? Nou, wat leuk. Hoera. Hoera, Ozie. Oh, ik vind jullie ook zo leuk, hè, natuurlijk. Oh, ja. Kijk. Ah, boom. Boom. Oh, ja, jij ook. Ja, ik vind jou ook leuk, hoor. Ja, met je boom. Boom. Jij ook. Jij bent ook altijd leuk, hè. Hatsenflats, en mijn ook weg. Ah, jee. Goed zo, Luigi. Goed zo. Want mensen weer in de andere kamer gegaan. Hier zijn we nog niet gekeken, oh god. Hij is niet allergisch voor mijn... Nee, blijf nou om af, god. Ah! Oh, zo, dat was zeg. We hebben te slim achter zijn om een kans willen maken. Oké.
Hij is slim. Hij is slim, mag gewoon heel even gezegd worden. Want nu snap ik wat hij bedoelt met deze slobber. Hè, kijk, kijk, kijk. Hè, boom. En zuig met je zuiglap. Nee. Zuig, zuig. Zuig, zuig aan die lap. Hey, geld. Oké, ga je ook niet te lang blijven. Ze zit eigenlijk de hele tijd van kamer te wisselen, hè? Zo vervelend. Boxy, de wieboe. Ik heb trouwens nog een leuk weetje, Luigi. Eerder dat de deur doorgaat, dat hij automatisch al... pas op, de deur kunnen verschillende deuren verzakelen. Dus het is maar een schoene zaak. Van geduld hebben, ja, ik weet het. Fakka! Zuiglap. Nif, pak mijn zuiglap. What the fuck was dat nou weer? Hup. Hats, hats. Nee, nee, dat nog niet. God, meer. Zuiglap. Oh, geen keer. Oh, je bent ook erg. Hup. Nee, eruit. Ja, leuk voor je, Luigi. Ga nou uit. Goed wel. Krijg ik geen geld voor. Jammer. We zijn al bijna een kwartier over aan het doen om die stomme frut te pakken. Ja, ja. Hou op. En nu. Wat een mooie koffer heeft hij toch. Moeten we nou echt? Wat leuk. Mooie koffer. Plus nog een doorklapje. Ik bedoel, geen door. Een deurknopje. Leuk. Waar is die? Hihi, ik zie alleen dat je mijn tas hebt bewacht. Ik ga nu naar het nieuwe liftknopje. En bravo, breng het maar naar mijn lab. Dat kan ik niet, hè. En lopen, lopen, lopen. Lopen, lopen, lopen. Lopen, 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 lopen. Hier was ze, ja. Gaan we hier even naar beneden. Het is ondertussen 11 over 8. Nou, ook nog 's avonds. En het is nog steeds licht. Zou je niet verwachten. Ik vind het nog steeds eng dat dit gewoon een spookhotel is. Want dat ding gaat gewoon zo snel erin. Je kan nu de vierde etage blablabla. Of je weer terug naar mijn kantoor brengen. Ja, kom maar. Nou. Oh, ik wil eigenlijk zo meteen de video gaan afsluiten. Hey, waarom zit alweer in zo'n smaragd in? Waarom zat er alweer een smaragd in? Oké, we zijn bij Canton de Libéré. Zeg maar wat. Hé, hey, daar ben je weer, Luigi. Maak mijn koffer, alstublieft. Dankjewel. Alsjeblieft. Ja, eindelijk. Ik heb het wat ik wilde. Het moment is aangebroken om hem te openen. Helaas ben ik nog te oud om spookjacht te gaan. Daarom heb ik een passie niet wel opgegeven. Om een plaatsvervangend gemaakt. Och nee, zeg niet dat we Groenman krijgen. Groenman! Hierbij stel ik voor de nieuwste uitvinding van de geniale professor. Nou,
Luigi. De omstandigheden, kan iemand de prototype van help voor de jongens? Kan je aansluiten? Hey! Lekker de reet! Perfect, alles wat. Goed, Luigi, ga maar naar buiten, dan laten we wel je... Ik wil niet drinken. Serieus, ga je me echt opsluiten? Oh no, oh no. Dit is maar een test. Mwaha, ik heb je gevangen in mijn val, Luigi. Oh, maak je geen zorgen, ik maak maar een geintje. Maar je zult even opgesloten moeten blijven. Waarom? Nou, ik wil graag de Luigi gebruiken om te ontspannen. Klik zo om het te activeren. Tada, ik zou je voor aan je persoonlijke assistent, Luigi. Ding, ding, ding. Hey, bravo, je bent eigenlijk precies een andere manier. Je kan hem besturen, maar dat is een vriendje van de cent. Ah, gooitjes. Alles behalve waterdicht, Luigi. Kijk. Ben gewoon koulo slim. Huh? What the fuck? Je bent erg nadig. Tada, uitstekend. Gaan we weer terug naar mijn laboratorium. Uitstekend, Luigi. Er in de kwemkend. Oké, ik denk dat ik je nog iets moet vertellen. De sensoren van mijn lab hebben een aanwezigheid van mysterieuze gebouw ontdekt. Ik kan om een enorme dreigende toren die vast vlakbij het hotel past. Waar zal ik er stil van? Geschikte van de spoken, bla bla bla, rotoyum. Dit is Luigi, neem de maximum, bla bla bla. Neem de tijd om naar het huisje zoveel te gaan. Speciale content, album. Wat? Oh. Dat had ik niet verwacht. Spoken, heb ik spoken, ik heb spoken. Spoken. Ik heb boos. Ik heb geen enkele fucking boel. Eindspoken. Dus eindbosses. Ja, ja, Trunet. Trunet, red ik het uit. Ik heb je. Trunet, red ik het uit. Nu wil ik je weg. Aju. Nou, bij deze sluit ik de video af. Ik hoop dat jullie hebben genoten. Smash alvast op die blauw duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal. Plaats een reactie. En dan zie ik jullie weer bij de volgende video. Later!